Vrienden, nou moesten we er natuurlijk een hele tijd aan wennen aan de uitdrukking het nieuwe normaal. Nou, en nu zitten we in één keer, want ik weet niet of jullie de tv al hebben gezien, maar ik wel natuurlijk. Alles over de Tweede Kamer en het gedoe over die Omtzigt en met Rutte en noem het allemaal maar op. En wat een toestand. En met die Ollongren en weet ik veel allemaal. Die liep allemaal met die mappen zo onder de arm. En dan kon iedereen precies zien wat erop stond. En dat ging allemaal over die Omtzigt. En oh man, wat een toestand. Maar ook wat een gekruk en wat een geamateur tegelijkertijd. En daar zit die hele Tweede Kamer. Die zit daar nou mee. En wat krijgen we dan? Ineens een enorme klerenzooi. Dat is wat er nu aan de gang is in de Tweede Kamer. Wat is er precies gebeurd? Want Rutte die zei, ik heb nooit iets gezegd tegen de verkenners over die Omtzigt. En dat werd nog eens een keer herhaald en toen werd er gezegd, meneer Rutte, weet u dat nou zeker? En toen zei Rutte, ja, nee, ik heb daar met geen woord over gehad. Nou, en wat zien we nu? Nu krijgen we natuurlijk allerlei papieren en notulen van al die gesprekken en van alles wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk allemaal, en dat is een beetje tricky, allemaal heel erg vertrouwelijk geweest. En dat, hup, dat gooien ze nu allemaal maar op straat. Of dat allemaal goed is, dat weet ik ook niet. In ieder geval, die Rutte, die had dus gezegd, en die dacht natuurlijk, ja, die vertrouwelijke dingen, die komen toch niet naar buiten. Ja, die komen dus wel naar buiten. En die hield maar vol, ik heb nooit die Omtzigt besproken bij die verkenners. Hup, en ja hoor, daar staat het zwart op wit. Rutte heeft ook gezegd iets over die Omtzigt. En die zei namelijk van, nou weet je, laat hem dan maar minister maken. Nou, want dan zijn we van hem af als lastig Kamerlid. En wat gebeurt er? Groot probleem voor Rutte, want ja, die had gezegd, ik heb het er niet over gehad. En het staat dus gewoon zwart op wit. Hé, en dan ben je een leugenaar. Ja, daar is het woord liegen voor uitgevonden. Dan heb je gewoon gelogen. Maar Rutte, die heeft daar iets op gevonden. En die zegt dan, ik heb er geen herinnering aan dat ik Omtzigt heb besproken. Ik heb er geen herinnering aan. Beste vrienden, na het nieuwe normaal is dit dus wat we in het vervolg gaan doen met z'n allen. Het nieuwe liegen. Ja, dit noemen wij sinds Rutte het nieuwe liegen. Dus je doet iets totaal verkeerds. Laat ik zeggen, je bent vreemd gegaan. En dat ontken je natuurlijk thuis. Dus dan zeg je, nee, dat is niet gebeurd, schat. En dan komt je vrouw gewoon met een appje of met een foto van dat het gebeurd is. En dan zeg je, ik kan me niet herinneren dat dat gebeurd is. En klaar, ben je? Ja, dat is hem. En die houden we vast, jongens. Dat is het nieuwe liegen. Want dat is even prettig. Je kan het je gewoon niet meer herinneren. Ja, want dan zeg je gewoon tegen iemand, nee, maar ik rook niet, hoor. En dan sta je toch stiekem ergens, toch even nog even een baffie te doen. En dan word je betrapt. En dan zeg je gewoon, ja, ik kan me niet herinneren dat ik heb gerookt. Hé, hey, is dat even prettig? Jongens, hou dat vast. Voor iedereen, vanaf nu, het nieuwe liegen.